Feyenoord speelt dit weekend uit bij Vitesse. Jan Dirk, het wordt wel eens tijd voor een uitzegen. Het is zondag 210 dagen geleden dat Feyenoord won bij Roda. Een schande. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op vrijdag en op zondag op TV Rijnmond te zien. En je weet het inmiddels, meepraten mag via Twitter. Gebruik dan hashtag FC Rijnmond. Aan tafel, je zag hem al zitten aan de kop. Onze eigen analist Jan-Dirk Stouten. En naast hem aangeschoven vaste gast in FC Rijnmond op de vrijdag. Geert den Oude. Geert, welkom. Ik vroeg mij af, ik zie jouw postuur. Je hebt ook vandaag een specifiek strak truitje aangedaan natuurlijk. Ben je iemand die veel voor zichzelf heeft getraind als het gaat om krachttraining en dat soort dingen? Ja, zeker. Ook als profvoetballer? Juist. Ja? Ik kan me herinneren toen ik begon in de 98's voetballen dat ik bij Windkracht 5 binnen moest blijven. En dat ik al snel vaak op de grond lag in duels. Dus op een gegeven moment ga je gewoon zorgen dat je daar in ieder geval niet in verliest. En pak je heel veel krachttraining op, ja. Ja, en heb je dan zeg maar dat met de club overlegd? Of was de trainer gelijk dan boos als je dat deed? Nou, kijk, in 1998, dat is voor een hele hoop mensen al... die waren jeugdige kijkers, die waren nog niet geboren. Het krachttrainingsprogramma toen de tijd was nog niet zo geavanceerd zoals we dat nu hebben. Dus er werd wel krachttraining gedaan, maar tegenwoordig zijn er bijna voor elke speler aparte programma's. Dus het was vooral, zelf deed je dat heel erg. Okay, dus de trainer wist nog nergens van? Nee, er waren op de club ook geen mogelijkheden. Je ging altijd extern krachttraining doen. Jan-Dirk, Sparta wint de laatste weken een paar wedstrijden op rij, dus het is weer rustig op het kasteel, hè? Dat is lekker. Ja, dat mag je hopen, dat mag je denken, dat die club eindelijk een keer in rustiger vaarwater komt. Maar Wiljan Vloed en Cor Pot praten niet meer met elkaar. Oh. Cor Pot is commissaris technische zaken, heeft een aantal weken geleden op deze plek lichte kritiek, niet meer dan dat, geuit aan het adres van Vloed, dat die functies, die combinatie van het algemeen en technisch directeurschap misschien niet zo goed was. En sindsdien negeert Vloed Pot en is het bijvoorbeeld denkbaar, ja, het is eigenlijk ondenkbaar in een normale professionele organisatie, dat John de Wolf wordt dan betrokken bij Sparta 1 en Pot weet daar niets van. Het is ongelooflijk. Genoeg stof om over verder te gaan praten in deze FC Rijnmond. Eerst maar eens kijken wat er deze week allemaal nog meer gebeurde. Het was natuurlijk de week waarin Jordi Klaasie terugkeerde in Oranje. Waarin Ronald Koeman de aanvoerdersband afpakte van Stefan de Vrij, maar dat had helemaal niks te maken met het verzwijgen van een privé-trainer. En Koemans tweede werkgever Nul is uitgeroepen tot merk van het jaar. Belangrijk. Toch zijn ze kansloos in de gouden lookie. Zeker na het zien van deze spiksplinternieuwe commercial. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Naar de Kuip natuurlijk. Zoek een plaatsje in de zon waar je zo gezellig ligt met de Feyenoord uitvaartverzekering. Zo is er toch nog wat te vieren in de Kuip. Geniet van speciale lekkernijen en mooie woorden van onze ceremoniemeesters. Patricio Graf en Ronald Grafland. Woont u buiten de regio Rijnmond? Geen probleem. Dan sturen we Kees Kist of de Gebroeders van de Kerkhof. Wees er snel bij, want een echte Feyenoorder die laat zich kisten. Reserveer snel. Nu met een speciale vroegboekkorting voor Moederdag 2014. Ja, dus. Iemand interesse, want we kunnen dat regelen. Het is dat mijn moeder overleden is, anders had ik dit serieus overwogen. Ja, met vroegboekkorting. Ja, met vroegboekkorting. Ja. Laten we eens even praten over wat er deze week werkelijk in het nieuws was. De situatie De Vrij, die dus bij een privé-trainer aan de slag gaat. En daar komt dan reuring over. Hoe heb jij deze week tegen al die publicaties aangekeken, Geert? Nou, we moeten het eigenlijk in fases behandelen. Allereerst is het zo dat het altijd goed is dat spelers individueel extra werk willen doen. Als spelers daar ook voor gewaardeerd worden, kijk bijvoorbeeld naar Pierre van Hooijdonk in de tijd dat hij zich helemaal krom trainde op vrije trappen nemen. Daar kreeg hij groot waardering voor. Na de training stak hij heel veel tijd in. Prima. Ja. En Pierre was een grote jongen. Het verschil is alleen dat op dit moment Stefan de Vrij draait niet zo lekker. En er is een regel die hij heeft overtreden. En dan is het altijd makkelijker voor een trainer om zo'n jongen een kat te geven. Ja. Dat begrijp ik ook erg. Als Pelle dat op dit moment gedaan had, dan had het niet zo breed uitgemeten geweest. Maar dat heeft te maken met status. Maar het is dat, dat heeft een deel te maken met status. Voor de rest heeft Koeman wat gezegd op een persconferentie vandaag. Wie weet gaan we daar straks nog even naar kijken. En daar zegt hij hele zinnige dingen. Dus daar ben ik het absoluut wel mee eens. Okay, maar Jan-Dirk, hoe sta jij in deze hele discussie? Nou, het is heel makkelijk. Het is fantastisch dat de Vrij hele nette en mabele jongen bijna
dat hij investeert in zijn eigen carrière. Maar zeg het even, want ik vind het volkomen logisch dat ze bij Feyenoord willen weten wat spelers in hun vrije tijd doen. Daar zijn er duurbetaalde profs voor. Ja, maar je kan ook zeggen, het is goed dat hij dat gewoon doet. Moet je dat dan allemaal gaan melden aan een club? Ja, wel, want ze hebben een uitgebalanceerd trainingsprogramma voor de jongens samengesteld. En dat moet je op elkaar afstemmen. Maar is een conflict zoals het nu lijkt geboren dan niet heel erg overdreven? Ja, maar conflict. Nah, kijk, dat, dus ze halen toch allemaal harde woorden naar elkaar? Er wordt aan alle kanten wordt er weer gezegd. Nou, ik vind dat wel mee. Kijk, dat wordt ook door media vaak wel uitvergroot. De trainer van de Vrij haalt zelf uit op zijn Facebookpagina. Die was boos op Facebook. Maar ik vind het echt heel redelijk dat je als werkgever van iemand die heel veel geld verdient eist dat hij je informeert over zijn andere activiteiten. Ja, en Hans Kroon zou zich ook niet in zijn wiek geschoten moeten voelen, omdat er een hoop mensen zijn die heel veel kwaliteit hebben. En ik denk dat hij die ook heeft. Ik denk dat Koeman ook geen, sterker nog, die heeft ook geen kritiek op het programma wat hij samen met Stefan de Vrij. Dat geloof ik niet. Alleen het gaat om de timing ervan. Er is veel gesproken deze week. Dat hoor je al, er is veel over geschreven. En deze week was dan ook vandaag de beurt aan Ronald Koeman. Want vandaag ging Ronald Koeman praten natuurlijk over die wedstrijd dit weekend tegen Vitesse. Maar het moest natuurlijk maar met één ding beginnen. De situatie Stefan de Vrij. De persconferentie van Ronald Koeman voor duel met Vitesse kan maar met één onderwerp beginnen. De krachttraining van Stefan de Vrij, waar Feyenoord niets van af wist. Wij hebben niets tegen spelers die extra's willen doen. Dat is heel positief. Dat doen wij al met spelers op het veld. En als spelers daaromheen momenten willen om extra dingen te doen, aan kracht of voetenwerk of wat het ook allemaal mag heten, moet dat in overleg met de club. En dat is vorig jaar besproken met de groep. Dat is in Ermelo op het moment dat we volledig met de groep het seizoen zijn gestart, heb ik dat nogmaals aangegeven. Voor degene waar die heen gaat, is het heel interessant dat die poppetje A op zijn praktijk krijgt. Dan loopt hij weer mee te pronken. Nee, Stefan de Vrij, concreet te zijn, ging op maandagmiddag krachttraining doen en voetenwerktraining doen. Terwijl wij zondags 90 minuten spelen. We hebben maandagochtend herstelochtend. En dinsdag is vrij. In ons optiek, en niet in mijn optiek, want ik heb er nog niet eens het volledige verstand ervan. Maar wel de mensen en de capabele mensen die wij binnen Feyenoord hebben, zeggen dat kan niet. Dus wij moeten A, weten of het gebeurt. Twee, weten we wat ze doen. En dan in overleg, in communicatie, kunnen we zeggen het kan wel of het kan niet. Het was sowieso onrustig deze week in de Kuip. Het AD en de VI kwamen met verhalen dat de spelers moeilijk om zouden kunnen gaan met de kritische houding van hun trainer. Ik ben geen andere trainer. Oké, ik zou best bij momenten mijn teleurgesteldheid misschien eens ietsje meer en ietsje rustiger kunnen zijn. Oké, daar probeer ik wel mijn best in te doen. Het lukt niet altijd, het lukt soms. Maar het lukt niet altijd, maar. Wat er wordt beweerd is absolute onzin. En ook in de jaren dat het goed ging, heb ik Ron Vlaar ook wel eens geprikkeld. Heb ik Chidetti misschien wel het meest van iedereen geprikkeld. En toen was het allemaal mooi, want dat had Feyenoord nodig. Ze waren jong. En excuus van, ja, we zijn jong, we hebben tijd nodig. Eindelijk iemand die het... En nu wordt het tegen me gebruikt. Oké, klaar. Ik heb dat ook aan de groep als voorbeeld gegeven. Als ik vroeger een probleem met mijn trainer had, dan kwam ik naar de trainer toe. Maar dan kwam mijn vader, mijn moeder, mijn zus, mijn zaakwaarnemer kwamen niet mee. Ik ging alleen. Ja, en nu lees je van alles en nog wat, behalve je leest iets van de spelers. Vermeer bij Ajax, de discussie moet hij wel of niet blijven staan. Staat in de krant van Marcel, zat een groot interview met zijn zaakwaarnemer. Nou ja, sorry, Lagendijk. In mijn tijd, ik ging naar de trainer toe als ik een probleem had. Maar ik kwam niet met 25 man mee. Kun je achteraf zeggen, als je terugkijkt naar je eigen carrière, dat jij vaak ook wel geleerd hebt en wat gehad hebt aan wat hardere trainers? Ja, tuurlijk wel. Maar wees blij dat ze niet Michels voor de groep hadden staan. Of Cruijff voor de groep hadden gestaan. Dan weet ik niet wat ze dan hadden geschreven. Zo, was getekend Ronald Koeman. Hij was erg getergd vandaag. Kijk, ja, op onze website staat heel de persconferentie. Ik wil even beginnen met de straf, Jan Dirk. Want komt er nou nog een straf voor Stefan de Vrij los van het feit dat hij de aanvoerdersband kwijt is? Nee, Koeman zei verder nog van, ja, dat vind ik een zaak van de club. Die moet daar beleid op maken. Ik heb Van Geel even gebeld. Vanmiddag gaat de Vrij niet straffen voor deze actie. Nee, maar dat lijkt me ook logisch. Iemand die
Die laat zien dat hij wat extra's wil doen. Oké, dat je een fout maakt erin. Oké, maar die ga je niet straffen. Nee, maar dit lijkt wel kennelijk. Daar heeft hij hier vorig jaar over gesproken. Heeft hij in de zomer weer over gesproken. Dus het is iets wat terug is gekeerd bij Feyenoord, of niet? Nee, hij heeft duidelijk gemaakt zijn punt, Koeman. En als spelers daar niet naar luisteren, vind ik het terecht dat je ze daarop aanspreekt. Maar een club moet toch alleen maar blij zijn. En dat is Koeman ook. Want daar begint hij zijn persconferentie mee. Blij zijn als jongens voor zichzelf gaan trainen. Het is beter als dat die jongens 's middags of 's avonds met de PlayStation bezig zijn. En de kroeg in, kroeg uit gaan. Dus ik geloof niet dat Koeman daar een probleem verder mee heeft. Het ging ook over zijn veranderende houding. Hè? Dat ging ook in artikelen erover dat Koeman feller is of anders is. Hoe ervaar jij dat dit seizoen? Jij volgt Feyenoord op de voet. Nou, Koeman is wel wat anders in zijn communicatie. Hè? Waar hij de afgelopen 2 jaar steeds heeft geroepen van Feyenoord is niet zo slecht als de buitenwacht beweert. Wij kunnen meer presteren dan mensen denken. Is hij dit seizoen juist bezig geweest om verwachtingen te temperen naar de buitenwereld toe. Ook kan ik me wel voorstellen, als we die doelstelling gaten, wel of niet kampioen worden. Hij heeft een keer letterlijk gezegd dit seizoen van wie denkt dat Feyenoord kampioen kan worden, die is gek, die heeft er geen verstand van. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, zeker in de sport, dat je naar binnen toe, in je eigen organisatie, intern, in de veilige, beschermde omgeving van de kleedkamer, een andere doelstelling hebt dan dat je naar buiten communiceert. Spelers ontkennen met klem dat Koeman harder is. En ik heb daar wel ook een tweeledig gevoel bij, met Verbeek en AZ. Het doel heiligt ook de middelen, zeker in de sport wat mij betreft. En misschien al deze generatie, die worden omringd door zakenwaarnemers die nooit enige tegenspraak geven. Als Koeman een keer boos op Vilena, staat Raiola voorop om te roepen, ik breng hem in de winterstop naar een andere club. Wegwezen wat mij betreft. Een trainer mag best een bepaalde hardheid hebben in zijn opstelling om de jongens te laten presteren. Ja, maar hoe is dat zo? 2 jaar lang positief en nu dan wat negatiever misschien op een andere manier? Kijk alleen even hoeveel media wij in Nederland hebben die voetbal volgen. En als je als Feyenoord zijnde 2 goede jaren hebt gehad en je komt in een jaar terecht waarin het minder gaat, terwijl eigenlijk de verwachtingen hoger zijn, ja, daar is daar heel veel reden voor om te schrijven. Nou ja, en dat zijn over het algemeen gaan mensen dan kijken, hey, is het probleem niet daar? Waar ligt het probleem? Dus daar komt ook weer meer kritiek. De kleine dingen die vroeger waar minder aandacht aan werd besteed omdat Feyenoord goed ging, ja, daar wordt nu meer aandacht aan besteed. Dus waar hij vorig jaar of 2 jaar geleden een aai over de bol gaf aan de Vrij en hem nu aanpakt in sommige interviews, na wedstrijden, dat hoort er dan bij nu. En dan valt het meer op. Zegt hij zelf ook, dat deed hij ook bij Guidetti en Vlaai, ja, al. Precies. Dat werd toen positief uitgelegd. Ik heb in 13 jaar voetbal vele aanvaringen met trainers gehad. Zit niet aan zo'n conflict spits, nee. Jij? Nee. Maar trainers hadden ook genoeg punten waar ik mee aan het werk moest. En dat was ook geen enkel probleem. En een beperkte spits. Uiteraard. En dus dan moet je hard aan het werk. Zo is het. Maar ook als je als trainer, als speler naar een trainer, kan je daarmee in discussie gaan. Uiteindelijk was het niet voor mij dat ik per se een gelijk wil hebben over wat. Nee, ik wil zorgen in het team waar ik mee speel dat we zo hoog eindigen, dat we zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En dat deden wij wel direct. En precies wat Koeman zegt. Ik heb vele malen op de trainingskamer bij Frans Adelaar gezeten, bijvoorbeeld over gehad. En over voetbal gediscussieerd en over posities. Nou, uiteindelijk was het altijd goed. Maar wat hij wel zegt, en dat lijkt me wel lastig. Want uiteindelijk komt het verhaal ergens vandaan over onrust en onvrede in de kleedkamer. Er wordt dus achter de rug om van Koeman nu wel geklaagd door die spelersgroep zelf. Dus dat zie je bij AZ toch ook. Daar durven ze blijkbaar wel tegen Stuart en Gerbrands, heet de man, te zeggen dat ze ontevreden zijn over het functioneren van Verbeek. En niet tegen hemzelf. Ja, dat is een puur gebrek aan personality. Als je wat hebt, ben je een vent, dan stap je naar de trainer toe. En ik weet zeker, ik heb het altijd meegemaakt, als ik naar de trainers ging, en ze zeiden het niet per se direct in mijn gezicht, maar ik weet wel dat ze waardering voor hadden dat ik kwam. En zo moeten die jongens ook denken. Maar het valt me dan wel weer op als je daarover praat. Koeman heeft jarenlang gezegd, of 2 jaar lang gezegd, dat deze spelersgroep al heel lang elkaar al vanaf heel jong kent en daardoor niet kritisch is naar elkaar. En dan zijn ze niet kritisch naar elkaar, maar dan zijn ze wel kritisch over Koeman achter zijn rug om. Ja, maar als ze niet kritisch genoeg naar zichzelf zijn of naar hun collega's zijn, dan zijn ze geen grote winnaars. Dus heeft Feyenoord een team zonder grote winnaars? Nou, te weinig. Als die jongens dat zo zijn. Ja, kijk, het is leuk dat je met elkaar speelt met vrienden. Ik heb ook, niet dat ik pers nou even voor mezelf, maar om voorbeeld aan te geven, die exact zo waren bij RBC, het echt een vriendenploeg. Maar waar nodig schopten we elkaar onder de zoden en zeiden we tegen elkaar wat de waarheid was. En dat missen denk ik een aantal jongens. Ja, maar hoe ga je dat kan je dus ook niet creëren, toch, Jan Dirk, of wel? Of is dat ervaring en gaandeweg gaat dat wel een keer komen? Een winnaarsmentaliteit. Ja. Nou, die heb je niet. Grote sportmensen zeggen ook dat je eerst heel veel moet verliezen om te kunnen leren winnen. Winnen. De gouden volleyballers met Blanchet voorop, die kan daar trouwens prachtig over verhalen. Ja, deze jonge jongens. Kijk, dat is ook wat Koeman wil. Koeman wordt een beetje boos als je dan vandaag zegt, ja, dit is waarschijnlijk je laatste jaar en je wil eenmaal een tastbaar succes boeken. Maar dit is natuurlijk gewoon het laatste jaar van Koeman. Die wil natuurlijk met een prijs uit die Kuip weggaan en met een goed gevoel beginnen
aan zijn waarschijnlijke job als bondscoach. Dus Koeman wil alles uithalen. Legt hij daarom die lat dan ook hoger? Is dat gewoon dat je hij mag hoger... ook als je tweede en derde bent geworden, moet je die lat toch ook hoger leggen? Ja. Nee, ja, sport is toch vooruitgang? Ja, dat is waar. Boeken, ja. Het beste uit jezelf halen. En dus ziet hij dat niet iedereen dat doet. En doet hij op deze manier probeert hij iedereen ja, te prikkelen. Hij haalt trucs uit. Ja, en de ene is er wel van gediend en de ander niet. Maar ja, als je van tevoren een doelstelling al lager legt, dat geeft dat ruimte voor mensen om minder hun best te doen. Mm-hmm. Ja, jullie hebben nooit onder Cruijff en Michels mogen trainen? Nee. Ik vraag me wel af, zoals Koeman het net zei, wat zou er gebeurd zijn met deze groep van Feyenoord als ze onder Michels of Cruijff hadden getraind? Ja, maar de tijd is ook wel veranderd. En vroeger was er sowieso meer respect voor mensen die op basis van hun functie boven je stonden. Dat is weg. Dus ja. Deze nieuwe tijd stelt ook nieuwe eisen aan moderne leiders zoals Koeman is en zou moeten zijn. Dus dat vraagt iets anders van mensen. Die tijd is niet meer te vergelijken. Maar het is wel een feit dat die zaakwaarnemers tegenwoordig steeds meer macht krijgen. En dat mag ook wel eens ingeperkt worden, toch, door de clubs? Nou, nee, door de spelers. Ja? Nee, de spelers moeten zelf zeggen, joh, luister, jij bent verantwoordelijk voor het feit dat ik naar een andere club ga. Tenminste, ik speel mijn spel op het veld. En als er interesse is, regel jij die zaken. Maar ik ga zelf met trainers praten, dat hoef jij niet te doen. En dat zouden spelers moeten zeggen. Maar dan kom je weer terug op het stukje personality. Dat heb je of dat heb je niet. En laat je inderdaad je zaakwaarnemer een stuk in de krant zitten waar je zelf van denkt van, ja, dat is misschien niet zo fijn als ik straks op de club kom. Ja. Hoe werkte dat trouwens in de kleedkamer als dat soort dingen gebeurden in jouw tijd? Of gebeurde dat toen nog niet zo heel erg? Nou ja, als dat wel eens gebeurde, dan werd natuurlijk wel lacher over gedaan. Ja, als er een zaakwaarnemer, als je zelf in de kleedkamer niet voor jezelf opkomt, maar er staat een stuk voor je zaakwaarnemer, dan werd je niet echt serieus genomen. Er werd deze week trouwens ook gevoetbald door Jong Feyenoord. Hoorde dit het nieuws? Daar moet Otman Bakal zijn wedstrijdminuten maken. 60 minuten gespeeld tegen Jong Sparta. En ja, dat was een wedstrijd waarin hij niet heel erg opviel. Was niet echt een heel erg succes, toch? Ja, Van Gaal zou zeggen Bakal min-min. Hij was niet goed. Lijkt ook bij lange na nog niet fit. Kon zijn stempel niet drukken. En Bakal lijkt nog erg ver verwijderd van het niveau dat hij een paar jaar geleden had. Ja, is dit het lichaam van een topvoetballer, Geert? Nee, maar ik vind het ook echt ongelooflijk. Kijk, volgens mij heeft Bakal niet aangekondigd toen hij stopte in Rusland dat hij wilde stoppen met voetballen. En dan zorg je er toch voor dat als speler dat je fit blijft op een bepaald niveau. Dat je niet topfit kan blijven, dat begrijp ik. Want dan moet je echt met een team trainen en bij een club zijn. En elke dag trainen, een heel weekprogramma volgen. Maar als je weet dat je nog wil voetballen en je komt zo terug bij een club. Had hij het adres van Hans Kroon niet, of wat? Ja, dan, nee, die had hem op zijn kloten gegeven, ja. Denk ik. Nee, maar dan is er echt iets mis met je. Ja, ja. Maar Feyenoord heeft nog steeds kan het geen gebruik maken van hem. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een beetje... Immers wordt beter, hè, elke week, sinds de komst van Bakal. Dat is het grote voordeel. Gelukkig heeft Feyenoord wel een constructie met Bakal gemaakt, volgens mij, waarin hij pas bij presteren, zeg ik dat goed? Pas wordt betaald of een later stadium. Hij heeft heel veel concessies gedaan in de onderhandeling. Ja. Hij wilde erg graag zelfs. Maar hij moet ook wel, hè. Als je ja. zo niet fit tevoorschijn komt, ja, dan... Als een cowboy wil spelen, moet je het wel kunnen. Dan moet je niet zo tevoorschijn komen. Over fitheid gesproken, Matthijs erbij, hè? Tegen Vitesse of kan daarbij zijn? Hij heeft heel de week meegetraind. Ook de laatste dagen weer. Vandaag een volledige training. Morgen nog een besloten training. Dus Matthijs zou kunnen spelen. Oké, dan wil ik nog even met jullie praten over Sparta. Jij begon over de communicatie tussen Vloed en Pot. En dat klinkt een beetje als Ten Kate en Vloed vorig jaar. Sterke persoonlijkheden. Ja, kijk, Vloed of Pot heeft hier gezegd wat hij vindt, hè? Ja. Van het functioneren van zijn directeur. En dat moet kunnen in een volwassen organisatie. Alleen Vloed kan daar niet mee omgaan. Is ook boos. Dan is vanmorgen collega Dennis van Eersel bij een training. Dan negeert hij hem. Dan gaat hij naar hem toe. Ben je boos? Zegt dan ja, ik ben boos. Maar dan staat hij een beetje te murmelen. Ik vind dat niet volwassen. Ik vind dat als je als organisatie de wens hebt om een ervaren man als Pot toe te voegen aan je organisatie, aan je raad van commissarissen, dan moet er tussen die twee communicatie zijn. Ja, dat heeft dat nooit gewild. Dat is de basis van samenwerking. Pot is daar toch geplaatst door de commissarissen? Dus dat heeft ja, maar nooit hij is uitvoerend directeur. Ja. Hij werkt bij Sparta, daar mag hij heel blij mee zijn. Maar je mag toch verwachten, en ik weet niet of dat Vloed zich daaraan gestoord heeft, dat Cor eerst met Vloed gaat praten, alvorens hij dat hier aan deze tafel doet. Ik neem aan dat hij dat gedaan heeft, anders vind ik dat hij daar de mis mee is ingegaan. Dat Cor Pot dat eerst had moeten doen voordat hij hier aanstaat. Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Maar dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Nou ja, dan is dat toch prima. Kijk, ja. als je allemaal hetzelfde doel hebt, en dat hoop ik, alleen je gaat je sinds de afgelopen jaren je afvragen of iedereen bij Sparta wel hetzelfde doel heeft. De afgelopen jaren, toch? Precies. Ja. Zijn dagen? Ja, nee, je zei jaar, dacht ik, maar het is jaren. Ja, maar ik bedoelde zeker jaren. Dan vraag je je af, wel heeft iedereen wel hetzelfde doel? En zit iedereen er wel om Sparta weer terug naar de Eredivisie te Sportief brengen? Is het wel goed de laatste weken, jongens. Winnen van de week makkelijk bij Telstar. Het voetbal is nog niet geweldig. Ze spelen een beetje reactievoetbal. Maar de resultaten zijn goed. Ja, dus heeft Bogers in ieder geval een ploeg neergezet die
punten pakt. Ja, ook... Sparta moet kampioen worden, want via de na-competitie is het moeilijker, denk ik, dan om kampioen te worden. Ja, morgen tegen de Graafschap, 16:30 die wedstrijd. Belangrijke wedstrijd. Zeker belangrijke wedstrijd. FC Dordrecht speelt tegen Telstar. Tenminste, heeft Dordrecht nog spelers over? Ja, Lima niet, Kousenmaker niet, Van Nief niet, geschorst hè. Danzo er niet bij, geblesseerd. Ja, Van der Ham mist een belangrijk aantal spelers. En de swing is weg aan de Krommendijk. Ja, dus en dat heeft te maken natuurlijk met het gemis van die spelers. Want zo breed is die selectie niet. Nee. En je ziet het vaak, hè, ploegen die pieken in de eerste periode gaan daarna wat minder presteren, wat vlakker presteren. Ja, nou praten we niet elke week over amateurvoetbal en FC Rijnmond. Vorige week hebben we dat wel gedaan. En deze week doen we het toch ook even. Omdat er een trainer in het nieuws is gekomen van een hoofdklasser. Ja. Die in het nieuws is gekomen omdat hij een vrouw zou hebben aangerand tijdens een behandeling. Geertje, heb je daar nog over opgewonden? Nou, daar wil ik wel wat over zeggen, ja. Kijk, dit soort zaken zijn altijd heel delicaat. Er zijn twee mensen in één ruimte. En dan beschuldigt de een van de ander iets. En dan is dat heel moeilijk te bepalen, zeker voor ons als buitenstaander, waar de schoen precies wringt. En de journalist die dit naar buiten heeft gebracht, dat is Sander Sondermans van het Algemeen Dagblad. Die heeft ervoor gekozen om deze man heel duidelijk kenbaar te maken wie dat is. En daarmee heeft hij een soort leidraad die de Raad voor de Journalistiek heeft echt overtreden. Hij heeft niet een naam genoemd, maar hij heeft wel zijn initialen gegeven en gelijk gezegd bij welke club hij werkzaam is. Precies, en daarmee zeg je eigenlijk wie deze man is. Kijk, en de rechter bepaalt in deze, die gaat het ook bepalen of deze man of deze vrouw een valse beschuldiging is of deze man iets gedaan heeft. Hij is wel zijn baan al kwijt, trouwens. Inderdaad, hij is zijn baan al kwijt. Alleen deze man heeft er nu al voor gezorgd, door dit zo naar buiten te brengen, dat deze man voorlopig een stempel heeft. Als deze man wordt vrijgesproken, heeft deze man wel een stempel. En dat vind ik zeer kwalijk van deze journalist. Ja, dat mogen we kwijt. Dat zit je echt dwars. Ja, dat zit me echt dwars. Ik heb nog nooit met deze man gesproken om wie het gaat. Dus deze trainer van die club waar het over gaat. En ik las dat en ik hoorde dat. En ik denk, ja, ik vind het echt een kwalijke zaak. Goed, bij deze ook gemeld. We gaan kijken wat er uit gaat komen. Tot slot van deze uitzending, we hebben het nog niet over Excelsior gehad, maar we hebben hier wel een shirt van Excelsior liggen. En daar hoort wat bij. Want we gaan dit shirt van mij? Dit is jouw oude shirt. Ja, nee, er staat nog net wat anders op de achterkant. Dit nieuwe shirt van Excelsior gaan we weggeven. Dat doen we niet alleen met het shirt. Maar Excelsior speelt in de tweede periode heel veel wedstrijden thuis. Dus hebben ze tweede periode kaarten gemaakt. Wij geven er vier weg. Ze spelen tegen Jong Ajax komende zondag. Twee van vier wedstrijden. Ja, twee van vier wedstrijden. Ja. Sorry, ik moet goed zeggen. Tegen Almere City FC, Jong FC Twente en VVV Venlo. We geven er twee van vier weg. Je moet even mailen naar sport@rijnmond.nl als je deze kaarten wil hebben. Met het shirt. Dus je kan mailen naar sport@rijnmond.nl. Simon Kelder is uitgesloten van deelname. Simon Kelder mag niet meedoen. Die moet gewoon kopen bij Excelsior tickets, toch? Want ja, dit zijn speciale kaarten voor die tweede periode. Mocht je daar nog meer interesse hebben, kijk even bij Excelsior op de site hoe je eraan kan komen. Wij geven de twee weg met het shirt. Excelsiortickets.nl. Dus, ja, precies. Dat heb ik nu twee keer gezegd. Hè? Dus als commissaris van de media eraan komt. Goed, dus ga naar sport@rijnmond.nl om te mailen als je deze twee periodekaarten wil hebben van vier wedstrijden plus het shirt. En dat gaan we dan weggeven. En daar wordt voor de rest niet over gecorrespondeerd. Behalve met degene die heeft gewonnen. Ik dank Jan Dirk. Komende zondag natuurlijk weer de man Arnhem, bij Vitesse. De Gelderdoom. Gelderdoom uit Jan de Zegen voel ik aankomen. Is het veld goed gekeurd bij Vitesse? Daar wel. Ja, precies. Ja. Geen zandbak daar. Geert, jij succes komende zondag met je debuut als hoofdtrainer bij VOC. Hollandia uit. We hebben gelijk de verste uitwedstrijd genomen. En gedraag je. Hè? Ja, niet gaan schreeuwen langs de lijn. Ga niet met jasjes gooien. Gewoon lekker rustig staan. En dan zien we je graag volgende keer weer. U zien we ook graag komende zondag weer in een nieuwe FC Rijnmond. Dan zit hier Marco Bogers. En dan praten we natuurlijk over dat bijzondere boek dat is uitgekomen over de laatste periode van Theo Bos. De laatste maanden van zijn leven, dat is geschreven. Dus dat komende zondag in FC Rijnmond. Graag tot dan.